En de overheid wil de grenscontrole bij de grensdistricten uitbreiden met meer drones. Er bestaat reeds een mogelijkheid waarbij er een drone wordt ingezet, maar de patrouilles die door de politie, het leger en de marine worden verricht, moeten worden geïntensiveerd. Voor de avonduren zijn er al mogelijkheden om door middel van nachtkijkers de patrouilles effectiever te laten geschieden. Met de toevoeging van de drone zijn de eerste successen geboekt. Tijdens grenspatrouilles op 4 en 5 mei jongstleden zijn er meer dan 16 vaartuigen gecontroleerd te Albina. De gemengde patrouille-eenheid is gestuurd op 3 illegale Brazilianen. Deze zijn staande gehouden en gelijk naar de politiepost Albina overgebracht. Op hetzelfde vaartuig heeft de patrouille een busje Big Boss en een kleine hoeveelheid marihuana en hash aangetroffen.